Welkom bij Scheldemonde. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En dan specifiek gebaseerd op Cats aan Bad. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Nancy Vink. Ik ben de coördinator communicatie en fondsenwerving van de KNRM in Cats aan Bad. Ik ben hier ook namens Prijskes. Oké, nou, van harte welkom. Leuk dat je gekomen bent. Zeg Nancy, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Hengsdijk, in Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen, basisschool in Hengsdijk, middelbare school in Hulst. En daarna? Zeker. Daarna heb ik in Antwerpen gestudeerd, in Brussel en in Utrecht. En welke richtingen? Communicatiewetenschap en film- en televisiewetenschap. Zo, nou dan zit je hier juist op de goede plek natuurlijk. Ja, dat vroeger, ja. Ja, nou de KNRM, die hebben een heel mooi plan hebben ze bedacht om met 6 reddingsstations samen te werken in Zeeland. En welke zijn dat? Dat zijn Hans Weert, Veren, Westkapelle, Neeltje Jans, Breskes en Cats aan Bad. Ja, en die bestrijken dan heel de Noordzee, kustlijn en West-Schelde, West-Schelde, Oost-Schelde. Ja. En ook nog andere kanaal van... Van Zuid-Beveland. Ook? Ja. Oké, prima. Goed, nou, jullie hebben mooie plannen om die samenwerking te bekrachtigen. En wat zijn jullie plannen? Ja, we zijn van plan om samen in eerste instantie bedrijfsleven en organisaties te benaderen. We hebben als KNRM hebben natuurlijk veel geld nodig om onze organisatie draaiende te houden. We werken met heel veel vrijwilligers. We hebben alleen in IJmuiden vaste bemanning die betaald wordt en een aantal beroepsschippers. En al de rest komt van donaties. We worden niet gesubsidieerd. We hebben ook een groot vlootvernieuwingsplan op de agenda. Tot 2035 worden alle schepen, alle 75 schepen vervangen. Dus dat vraagt een heleboel geld. Nou, vanuit IJmuiden zegt, lokale stations, gaan jullie meedoen, gaan jullie meewerken met jullie netwerk, met de mensen die jullie kennen. We willen ons verbinden, ook lokaal. En toen hebben we gezegd, dat is goed, gaan we doen, gaan we mee aan de slag. En het eerste resultaat is er. Ja, een beetje hoger alsjeblieft. Ja, zo. We hebben... Een folder gemaakt speciaal gericht op bedrijven en bijvoorbeeld serviceclubs of andere groepen. Om uit te leggen, wat zijn we nou, wat doen we nou en wat kunnen wij jullie voor ons betekenen, maar ook wij voor jullie. We doen natuurlijk ook aan preventie. Ik kan me voorstellen, als je een strandpaviljoen hebt, nou, dan heb je belang bij dat de mensen die daar zijn veilig zijn. Ja. En gered worden als er iets gebeurt. En wij hebben weer belang bij dat er zo weinig mogelijk gebeurt. Wij willen aan preventie doen. Nou, misschien kunnen we elkaar daar vinden en elkaar helpen. Ja, maar er is al een mooie actie gestart met Golden Boys. Klopt. En daar hebben we hier een hele mooie foto van. Het was nog donker, maar met toortsen hebben ze een start zijn gegeven waarschijnlijk. Ja. Vertel. Ja. Ja, een hele leuke actie. Golden Boys zijn 6 mannen uit Goes. Die zijn per mountainbike over het strand gefietst van Cats aan Bad naar Ameland. Oh. En hoeveel kilometer is dat ongeveer? 400. Zo, en hoe lang hebben ze erover gedaan? 3 dagen. Zo. Tegenwind. Tegenwind, ja, want je moet een beetje geluk hebben langs de kust. Maar... Ja, de weersvoorspelling zei andersom, maar helaas, het laatste moment bleek het toch tegenwind te zijn. Dus het was een pittige tocht. Ja, en ik tel hier 6 mannen en 1 dame. Vertel. Ja, die dame is een bijzondere dame. En dat is niet alleen onze voorzitter, maar ook de burgemeester van Sluis. En ik denk een van de fanatiekst fietsende burgemeesters. Ja, ik heb ze een keer hier in de studio gehad. En geweldig hè, hoe dat ze dat inderdaad doet. Ja, ja. En dit is jullie locatie van Cats aan Bad, hè? Ja, dit is ons boothuis. Ja, Cats aan Bad. Ja, goed. De volgende foto alsjeblieft. Kijk, hier staan ze dus bij jullie... reddingsboot, hè? Ja, dit is onze reddingsboot, de Winifred Lucy Clark Verkade. En die is geschonken door mevrouw Verkade Clark. Dan gaan we straks hebben we even over de financiën. En de volgende foto alsjeblieft. Kijk, dit is dan weer een ander chapiter, want behalve dat jullie natuurlijk zo'n fietstocht hebben, hebben jullie ook open dagen, hè? Begrijp ik, hè? Ja, nu met corona kon het helaas niet, hè? Anders was het afgelopen weekend geweest. Maar we doen ieder jaar een reddingsbootdag. Dat is voor onze donateurs, bestaande donateurs, om ze te bedanken en te laten zien. Donateurs mogen ook meevaren, maar ook om nieuwe mensen kennis te laten maken met de KNR. En dit was dan in 2019? Ja, dat was in 2019. En dit zijn dan 2 bijzondere heren, begrijp ik? Ja, dat is de start van onze Zeeuwse actie. En dat was de overhandiging van de eerste brochure aan een bedrijf wat al lang ons steunt. Ah ja. Oké, mooi. Ja. En dit is dan waarschijnlijk in IJmuiden of zo? Nee, dit was aan de overkant van het station. Oké, dit is dan een vaart
Is dat bij een oefening of is dat bij een... Dat is bij ons. Dat is okay. In ieder geval de Catalaanse bemanning. Ik weet niet of het bij een oefening was. Dus okay. Ik niet nee, maar straks komt, ja. Dan wissel ik jou in ja. Door iemand die, weet die er wel. Ook echt verstand van ja, heeft. Hij is kostuumelijk al klaar natuurlijk. Ja, precies. Dat maar is even over de financiën. Hoe gaat het nou? Stel, ik wil graag geld doneren ja. Aan de KNRM. Hoe werkt dat? Ja. Nou, eigenlijk heel simpel. Ga naar knrm.nl en daar kun je storting doen. Je kunt het tegenwoordig ook bij ons, lokaal. Catzand heeft hem al klaar. Dreskes is hem nog aan het ontwikkelen. Dat is een crowdfundingswebsite. Daar kun je gewoon op doneren. Maar je kunt ook zelf een actie starten. Hè. Zo'n actie als de Golden Boys kan ook simpeler. Hè. Je kunt gewoon zeggen, nou, met mijn school wil ik een sponsorloop doen. Of met mijn Rotary Club wil ik... Een geldinzamelingsevenement organiseren. Nou, vroeger moest je dat natuurlijk, dat was best moeilijk, omdat dan je moest een bankrekening en allemaal ingewikkelde dingen voor doen. Nou, dat hoeft niet meer. We hebben een crowdfunding site. Je kunt daar simpelweg op doneren. Als je zegt, ik wil €15 storten, dan doe je doneer en dan wordt dat geregeld. Maar je kunt dus ook zo'n actie starten. En dan wordt speciaal voor jou een pagina aangemaakt. Daar kunnen mensen gewoon klikken als ze jou willen steunen. En al die administratieve romslomp is dan al klaar. Oké. Okay, wij zorgen dan natuurlijk voor een stukje publiciteit voor de actie. Ja. En, maar ik ben ook nog een keer gebeld door Cora. Door Cora? Ja, Cora die was landelijk KNRM en ja. Zegt, u bent al donateur, ja. Maar zou u dit willen verhogen? En ik heb hem verdubbeld, want belastingtechnisch, vertel. Ja, belastingtechnisch is het interessant om gedurende een langere periode een schenking te doen. Ja. En ook de KNRM helpt daarbij van, ja. Om dat goed voor je te regelen. Dan sluit je een overeenkomst en ja, dat is interessant. Voor maar dan iedereen. Moet je dan voor 5 jaar moet je dan ja. Doneren? Nee, dan dacht moet ik voor 5 jaar doneren. Is dat niet een AIBI of zoiets? Ja, een AMBI. Een AMBI, hè? Ja, ja. Een AMBI. Maar je kunt toch gewoon zeggen van, ik pak er een spaarpotje bij. Ja, ja nou, dat hebben we ook. Dit hebben we al heel lang, hè. Dat zijn onze bunkerbootjes, die kom je af en toe tegen. Nou, daar kun je gewoon een muntstukje in doen. We ja, een muntstukje met een kartelrandje ja. Dat je niet eruit kunt ja, doen. Ja, ze vallen er niet uit. Nu zit er ook niks in. Maar ja. Je kunt je papiergeld erin doen, maar je ja. Kunt ook gewoon de QR-code scannen en dan krijg je een tikkie. Oké, okay. Nou, geweldig. Ja. Is dit wat betreft de financiën? Ja, 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 wat ik net zei, hè. We zijn echt volledig afhankelijk van ja. Stortingen van derden. Ja, en, nou, noemt de bedragen nog even. Want, nou, voor Zeeland alleen, bijvoorbeeld de exploitatiekosten voor Zeeland, dus zonder alle overheid uit IJmuiden, bedragen €700.000. Per jaar? Per jaar. Okay. En dat gaat 1/3 op aan de reddingsboten, 1/3 aan eigenlijk het onderhoud van het station. En 1/3 aan het laten draaien van het station. Dus ja. Dat gaat bijvoorbeeld over oefeningen, dat ja. Gaat over opleidingen. De ja. Opleidingskosten zijn vrij fors. Ja. Ja, het opleiden van een nieuwe schipper kost €3.000. Een nieuw bemanningslid kost over €4.000. Ja. Je moet ook iedere keer herhalingscursussen doen. Ja. Dus dat, ja, dat, maar, dat is heel maar kun je dan ook nog aan de vrijwilligers komen? Zo, dat werkt ja, ja, het is wel lastig natuurlijk. Lastig, ja, want, omdat jongeren wegtrekken en ook wat minder permanente bewoning is. En, ja. En je moet er snel kunnen zijn. Hè. Ik vind dat heel knap, hè, die mannen. We hebben een kleine club, 14 man, die echt ook vaart. Ja, maar er zijn ook vrouwen bij tegenwoordig, ja, 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 we hebben ook 1 vrouw. Dus ja. We zijn heel blij. Ja, meer is natuurlijk beter, maar we zijn blij dat er ook een vrouw in de man is. Nou, en het is zo, ik heb kinderen, kleinkinderen, vrienden ja. En iedereen, ja, die kan in de moeilijkheden raken. Dus ja, ja. Ik zou zeggen, doneer, ja, toch? Graag. Oké. Okay. Nou, dan gaan we een nieuw filmpje bekijken, een video. En dan hoop ik dat er iemand voor jou in de plaats komt die er ook veel verstand van heeft. Die weet er echt zo. Oké. Okay. Goed, dan gaan we nu even kijken.
Nou, tijdens het voorgaand filmpje is Nancy... plaatsgemaakt. Plaatsgemaakt. Ja. Met wie heb ik nou het genoegen? Ik ben Niels Frimo. Ik ben nu 6 jaar opstapper bij Rijnstation Catzand. Oké. En kun je even toelichten wat we hier op het filmpje gezien hebben? Nou, dat was toevallig afgelopen vrijdag. Dus in de zomer oefenen we om de week. En dat dus was een, afgelopen vrijdag, ja. Dat is begin mei 2021? Ja, inderdaad. Okay. En dat, dat was een navigatieoefening. Dus in het water gaan, met 4 man. En dan hebben we een navigatieoefening gedaan. Dan hebben ze de ramen afgeplakt. En dan gewoon puur op radar en op je zeekaart varen. En er is dus een boot bij betrokken en een soort rupsvoertuig. Ja, ja. En die rijdt dan zo vanuit de station, ja. Bij een remstation. Over het strand rijdt hij de zee in. Ja, dat is een veelgestelde vraag. We hebben natuurlijk de haven in Catzand, het is nieuw. Ja. Alleen we lanceren altijd via het strand. Oh. En dat is puur ook met de tij is altijd beter. En in de haven hebben we wel de helling en het... Het strand gaat altijd beter, okay. Dus daarom hebben we de trekker behouden, ja. En dan lanceren we altijd via het strand. En hoe lang duurt het dan voor, dus jullie worden opgeroepen, hoe lang duurt het dan voordat je in het water ligt? Maximaal 10 minuten. We streven altijd om binnen 10 minuten echt wel weg te varen en te melden bij de kustwacht. Oké, okay. En die boot die moet ook altijd terugkomen hier in Catzandbad dan? Ja, klopt. Hè? Want ja. Dan moet je dan weer op die... Dan moeten we de trekker uit het water halen inderdaad. Oké. Okay. Ja. Zeg, nou, we hebben hier een kostuum. Vertel even iets over het kostuum, alsjeblieft. Nou, dat is eigenlijk het standaard reddingspak dat ja. Iedere bemanningslid heeft. Onlangs zijn ze, ja, onlangs, toen ik er net bij kwam, zijn ze vernieuwd. Dus het is al met geïntegreerd reddingsvest. Dus dan kan je automatisch, als je eraan trekt, dan blaast dat op in noodsituaties. We hebben een muts in zitten. Dus dat kan je altijd... In de zakken zit al het vuurwerk. En een mes zit erin, dan kan je jezelf bevrijden in een situatie of je moet lijnen doorsnijden van de zeilboot. Kan dat doen. Handschoenen zitten erin en die is volledig waterdicht. En de laarzen zag ik, hè? Ja, het zit er allemaal aan vast. Dus het is echt een pak op maat. Okay. Iedereen wordt ingemeten en dan krijgt hij een persoonlijk pak. Oh ja. Goed, nou en dan hebben we hier een mooie foto, zie ik, van een oefening. Ja. Er staat SAR op. Wat betekent dat? S-A-R? De Search and Rescue is dat. Okay. Dat is een, dus Belgische... zoeken en redden? Ja, dat is een wereldwijd begrip inderdaad. En die helikopter, is die dan van de kustwacht? Het is een Belgische helikopter. Dat is wel mooi. Dat is een contract en loopt via de kustwacht. En zij doen dan de SAR-helikopters leveren inderdaad. En die roepen jullie op? Altijd de kustwacht eigenlijk. Dat is de kustwacht beoordeeld of er een SAR-helikopter bij moet komen of niet. Ja. En is dit nou een oefening waarbij iemand uit het water getakeld wordt en dan in de helikopter of komt hij van de reddingsboot af? Diverse. We doen van alles. We gooien 3 man, leggen in een vlotje, dan varen we weg en dan pakken ze die het vlotje. Ze pakken van de boot af, ze zetten ze op de boot, ze pakken ze uit het water. En eigenlijk doen ze allerlei situaties oefenen. Oh. Maar vooraf dat wij dat mogen, moeten wij ook wel verplichte cursussen doen om überhaupt in die helikopter te mogen zitten. Ja, vertel eens even iets over je opleiding. Want ik heb een keer een filmpje gemaakt over Breskes van RTV Scheldemond, Scheldemondig. Maar ook in mijn eentje op pad. Vertel jouw persoonlijk verhaal eens. Waarom ben jij nou zo gecharmeerd van de KNRM? Ja, het was natuurlijk al... Ja, ik had een beetje vanaf mijn buurjongen en mijn buurman zat er al jaren bij. En eigenlijk hadden ze mensen tekort. En ik had er al eens over nagedacht, maar ik was met mijn studie bezig en ik had even gewacht. En eigenlijk dacht ik al, het is wel echt heel leuk. Het is heel iets anders dan bijvoorbeeld de brandweer of wat ook prachtig is, maar ja, toch op zee. En dan vragen mensen altijd van, heb je iets met de zee? Ja, natuurlijk, iedere kazantenaar in zee heeft iets met de zee. Maar het is niet dat ik alle zwemdiploma's op een rij heb. Maar toch vond ik het leuk om met het materiaal bezig te zijn. En mensen toch van nood te kunnen helpen. Ah, ja. En ja, het is altijd indrukwekkend. Dus als je 1 keer meevaart, dan ben je verkocht. Ja, dat geloof ik. En die kameraadschap en noem maar op. Ja, en zeker. De gaan om voor mensen te helpen en te redden. En zo, en noem maar op. Ja. Dus jij zei net dat je al 6 jaar opstapper bent. Ja. Ben je ook eens een keer in het buitenland geweest om een opleiding te doen? Of? Ja, dat zou ik moeten inderdaad, maar door corona is natuurlijk alles uitgesteld. Oh ja, natuurlijk. Corona, hoe hebben jullie dat nou opgelost? Met oefeningen en zo? Heel beperkt oefenen. Net als bijvoorbeeld afgelopen vrijdag mogen we heel beperkt op de boot zitten. Ja. We hebben natuurlijk nog de kusthulpverleningsvoertuig. Dus we mogen daar 2 man op zetten en in de trekker nog 2 man. Ja. En dan, ja,
daar stopt het even bij. En zo rouleren we dan in het team dat iedereen natuurlijk wel aan bod komt om te oefenen. Ja. Dus het is wel belangrijk om alle kennis paraat te houden. En tijdens corona, hoeveel geen oefeningen, maar vaarten hebben jullie gedaan om mensen te redden? Het is iets rustiger dan vorig jaar of voorgaande jaren. Dat merk je wel. Mensen gaan toch iets minder op de pleziervaart. Dus minder pleziervaart, maar ook minder strandgasten, of niet? Ja, dat viel Katzand op zich wel mee. Oh ja, Katzand heeft de ruimte, toch? Ja, dus soms stations had het juist drukker, dat mensen meer gingen varen. Maar we merkten Katzand wel dat de Zeeuwskust iets rustiger was, okay. Op het algemeen. Nou, hier zien we de boot weer eens. Wat staat er allemaal op die kajuit? Op de kajuit, ja, de eerste volledige naam natuurlijk. De Winifred Lucie Verkade Clark. Ja. Dan een station, Katzand. Dat is van een sponsor, van een legaat, dacht ik. Ja. En dan zien we allerlei antennes en zo. Ja, dat zijn diverse antennes. Dat zijn de radiorichtingzoeker, de AIS-antenne. Je ziet de radar natuurlijk bovenop zitten. Er zijn ook heel verschillende type boten, hè? Dit ja, is. Klopt. Hoe oud is deze eigenlijk, zo'n beetje? Deze is uit 2002. Oh. Ja. En die is aan vervanging toe? Ook weer? Vervanging, ja, we moeten het materiaal natuurlijk wel goed houden. Mm-hmm. Dus deze is ingepland om 2025 te worden vervangen door een nieuw type. Ja. Oké. Okay. Ja, daar hebben we het net over gehad en dat kost veel geld, hè? Kost heel veel geld. Ja. Ja. Zeg, en deze boot, kan die nou omkukelen? Of komt die altijd zo terug? Theoretisch kan iedere boot omkukelen, maar dan moet hij een hele grote hellingsgraad hebben voordat hij überhaupt valt. Okay. Maar als die valt, dan komt hij altijd weer recht. En volgens mij kun je het goed zien, ja, bovenop zit er nog een zak. Die blaast ook op. Dus als hij merkt dat hij op zijn kop is, dan blaast hij op en dan schiet hij ook recht. Schiet hij weer terug. Ja. En hier heb je dus aan profiel, zie je de twee, dus het voertuig en de boot, hè? Ja, ja. Dat is een, vooral de trekker is natuurlijk gewoon echt een landbouwtrekker geweest. Oh. Die is 2 jaar opgekocht, ik meen uit Schotland. En die hebben ze dan helemaal opgebouwd, dat hij dat waterdichte trekker is, met een verhoogde cabine, dat hij in het water kan. En hoeveel personen zitten nou hier bij zo'n reddingsoefening en ook bij een echte redding op die boot? 4 mensen, minimaal. Ja. En 1 daarvan is een schipper? Ja. En hoeveel schippers hebben jullie? Momenteel of plaatsvervangende schippers? 1 schipper en 2 plaatsvervangende schippers. En hoeveel mensen zijn totaal betrokken als opstappers en schippers? We hebben 20 man in het station. Oh. En daarvan zijn 12, als ik het goed zeg, 12 varende mensen. Okay. Dus de rest zijn helper aan wal en commissie natuurlijk. Ja. Hier zien we weer een andere foto. Wat is dit? Ik zie daar, wat zie ik? Dat was de Scheveningen 35, dat was vorig jaar een vissersbootje. Ja. En die gaf melding onze havenmeester, dat is ook een plaatsvervangend schipper, dat die te water ging, dat die water maakte. Oh. Dus goed, dan besloten om zo snel mogelijk naar het strand te varen, dat hij niet kan zinken. Oké. Okay. Toen hebben we gekeken of er natuurlijk gewonden zijn aan boord of er iets is. En dat was niet het geval. Dus dan is die veiligheid gesteld door ons. En dan is als goed een multiship gekomen om het los te maken. Ja. Los te maken. Ja. Even kijken dat er nog meer foto's zijn. Wat is dit? Ja, dat is een kitevlieger is dat. Dat natuurlijk zie je heel vaak dat de kitesurfers gaan surfen. Ja. En dan raken ze in de knoop en dan doen ze een gordel los en dan vliegt die kite weg en die belandt dan in zee. Oh. En dan vaak krijgen wij de melding van kiten en problemen, maar vaak blijkt wel dat ze al aan kant zijn. Mogen een vlieger los hebben gelaten, die vliegt dan weg. Ja. En dit was niet zo heel lang geleden volgens mij. En dat is een Belgische vlieger, dus die is uit de knokken over komen waaien. Ja. Zeg, en hoe kan zo'n surfer zich melden dat je in de problemen is? Nou, dus ik ben blij dat je het zegt. Ja, want dat is heel belangrijk. We streven wel dat iedereen een sticker op materiaal plakt met een telefoonnummer of een contactpersoon dat we altijd kunnen bellen. Van, we hebben spullen gevonden, is die persoon nog in de zee? Ja. Want volgens mij was bij deze actie zat er geen sticker op. En dan dus je weet niet. En toch zoekslagen moeten maken. Ja. Totdat de kustwacht zei van, we geloven niet dat er iemand in de zee is. En een uur later heeft die persoon zich toevallig gemeld. Ja. Maar die persoon die nou surft, heeft hij zelf ook iets bij de hand om een melding bij jullie te doen? Ik ben mijn... Sommigen wel, inderdaad. Niet iedereen? Nee, nog niet iedereen. Dom, denk ja, ik. Ja, het is duur. Dat is een AIS-baken. Ja, dat is wel een mensenleven, toch? Ja, dat vind ik ook. Oké. Okay. Kijken we dat er meer foto's zijn? Dit is schitterend, zeg. Ja, vertel, dat is een zeilboot. Dat was wel een aparte actie inderdaad. Dat is afgelopen zomer, midden in de nacht. 2021? Ja, we waren net klaar met werken. En we kregen een melding van een vastgelopen schip. Dus het was echt
pikken donker, ook aan het regenen, maar dat zie je niet goed op de foto. Dus wij gingen zoeken en het was een beetje gebrekkige communicatie. En het bleek dat die meneer de haven zocht en ja, of niet op heeft gelet. En ja, het strand op is gevaren. Maar die was, had geluk dat het opkomend tij was. Dus we konden hem bijlichten bij de trekker en met de boot konden hem lostrekken. En zonder al te veel schade kon naar de haven trekken. Oké. Want er stond flink te klotsen. Er stonden grote golven. Dat was even spannend. Nou, Niels, in verband met de tijd. Ja. Ga ik jou hartelijk danken voor jouw toelichting. Ja, is gelijk. En heel veel succes met alles wat je doet. En we komen elkaar wel eens tegen, hè? Zeker. Ook in andere contacten. Gaan we doen, hè? Super. Ga ik nu de kijkers bedanken. Nou, beste mensen, dit was weer een heel mooie uiteenzetting over de KNRM Kratzand. Ik zou zeggen, mijn advies is, ga allemaal doneren, want het redt mensen. Toch, Niels? Zeker, samen helpen redden. Zullen we dan maar even proosten? Ja. Dacht het wel. Proost, ja.